Today I'm going to Marlies van Balen. She was a member of the Olympic team in Athens. And also this year she goes to the Olympics. For Guus and me it's a fantastic opportunity to learn from her. Nou, genoeg Engels gepraat. Deze neus is dus Guus. Ik ga vandaag dus met Guus voor het eerst naar Stal van Balen. Daar krijgt hij zijn allereerste les van Marlies van Balen. Voor deze dag moet Guus er natuurlijk heel netjes uitzien. Dus ik ga hem even poetsen. Manen moeten gekamd worden. Dat is altijd een heel werk. Goed zo. Zo, zijn hals steken weer op. Zijn vervoersbandages aan. Poetskist dicht. En klaar is Guus. Helemaal ingepakt om de trainer in te gaan. Voordat Guus de trainer ingaat, wil ik toch nog heel even kijken of er misschien een leuke merrie in de buurt is. Nee, helaas Guus, geen merries. En hij is klaar om naar de bak te gaan. Nou, daar staan Guus en ik dan, oog in oog met Marlies van Balen. Guus had het getroffen met de les, want hij mocht de bak delen met de beroemde EK-pony Power en Pint. Guus deed dus extra zijn best om te laten zien dat hij ook heel macho is. Guus en ik hebben veel geleerd van Marlies. Op naar de volgende les. En misschien dat dit hondje er dan ook bij is.